Dit is Arthur van Amerongen, wereldburger, cosmopoliet, oorlogscorrespondent, schrijver van boeken gevuld met drank, drugs, vrouwen, religie. En een man met nog veel meer persoonlijkheden. Laatst bracht deze flamboyante excentriekeling een kort bezoek aan Nederland. In Amsterdam ontmoette hij spraakmakende intellectuelen in klassieke cafés, zijn natuurlijke habitat. En uiteraard werden er grote plannen gesmeed. Maar als het even kan, ook een beetje gericht geschreven voor een doelgroep, dan kan er ook op geadverteerd worden. Ja, mijn bed is dan weer, zeg maar, typisch weer zo'n fysiek afwis van de Veluwe, die zegt dan, ja, met 100.000 is er eigenlijk binnen. Je denkt dat je rijk wil worden met die voor de post. Dat is wat jij zei, hè? U hoort het, beste kijkers. Arthur van Amerongen, groot filosoof, groot denker, inspirator van velen, was weer even in Nederland en het was weer te kort. Het is maar dat u het weet.